Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, la da da da. Oh oh, la da da da. Oh oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree, and I lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. Up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da. Oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. Yeah, see, good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so clear to see you again, to see you again. Baby, this year it's just gonna be you and me. De stelling tot gisteren waren attracties verspreid open, vandaag dus niet. Vandaag is elke attractie geopend in Mayaland. Dus heb je zin om op de bloemenmolen te gaan, op de valtoren, op de boomstam of dergelijke? Dat kan allemaal vandaag. Weet je dat je gisteren wel moest een kwartiertje geduld hebben, maar vandaag dus niet. Gisteren. Dat Jeffrey, smakelijk. Dank wel. Heb je net een broodje gaan halen in de Panos? Ja. Klopt, dat we eens aan het besparen. Dat hebben we gisteren al ondervonden, dat je keek naar de video van gisteren. Maar er is nog iets. Als je een bruin broodje wilt in de Panos... Ik geef een euro bovenop. Ja, dan moet je een euro bovenop betalen. En hoeveel kost zo'n broodje in de Panos al? Het is niet van 5,50 euro. Dus als je een broodje koopt hier in Plopsaland, betaal je 5,50 euro. Wil je lekker gezond doen? Dan betaalt je portemonnee ook lekker gezond mee, dan is het een euro meer. Dus betaal je 6,50 voor een broodje. Dat vind ik toch al een beetje duur. Zonder kolen. Ja, zonder kolen. Maar zou dat echt zoveel duurder zijn, bruin brood in plaats van wit brood? Misschien wel. Weet het niet. Weet wel in de winkel dat je naar de Polaroid gaat en je koopt het goedkoopste broodje. Dat van yoghurtbroodjes dat wel wat duurder is dan witte broodjes, dat weet ik. Maar voor een euro meer te vragen, vind ik wel een beetje veel geld. Maar ja, goed,
mensen gaan dat wel kopen, denk ik. Ja. Het staat mooi aangegeven, dus het is nog altijd uw eigen keuze dat je bruin of wit wilt. Maar weet je wat dat wel is, Jeffrey? En dat kan ik wel vertellen. Ja. Van wit brood verteert veel sneller dan bruin brood. Waardoor dat je van wit brood meer gaat eten dan van bruin brood. Mm-hmm. Dat is goed. Ja, wist je dat niet? Dat is wel lekker. Ja, wit brood verteert beter. Dat is omdat dat ergens niet vult in de maag. Het is nog allemaal raar, weet. Ja. De nieuwste K3. Ja, ze staat hier. Ja, ze staat hier. Een levende leven. Ja. We kunnen onder het knopje gaan kijken. Hè. Ja? Ja, ik ben er. Je mag van mee. Allee. Ga je niet tegen om. Ga je niet tegen om. En daar gaat hij, weet. Daar gaat hij, weet. De stoeper is weg, weet. Hier. En wow. Jeffrey, hoe is het? Wauw. Nee, nee. Ik ben een brave jongen hoor. Ben je een brave jongen? Ja, het is een regenboog outfit. Ja, natuurlijk, dat is de Oyalele outfit, hè? Ja, maar ik voel me zo.